Hallo allemaal, ik ben Toot en in deze video gaan jullie wat vragen beantwoorden die ik voor jullie heb opgezocht. Leuke weetjes, leuke feitjes, moeilijke vragen ook. Dus dit is gewoon een keer een leuke quiz, dus doe lekker mee, pak lekker pen en papier, het duurt niet zo lang. Het zijn 10 vragen, dus dit is deel 1, misschien komt er ooit nog een deel 2 als jullie het te leuk vinden natuurlijk. En laten we maar lekker gaan beginnen. Er zitten antwoorden in de comments. Dus willen jullie, ja, jullie kunnen altijd vanaf het blaadje wat jullie op hebben geschreven gewoon even de antwoorden in de comments zetten. En uiteindelijk kun je gewoon, hoeveel goed je hebt, dat is dan je cijfer. Dus we gaan lekker beginnen en de eerste vraag is, hoe snel los je een Rubik's Cube op en in hoeveel zetten? Dus wat is het wereldrecord van een Rubik's Cube op te lossen en in hoeveel zetten kan je elke Rubik's Cube oplossen? Dus dat is de vraag. Wat denk je? Hier staan de antwoorden A, B, C, D of E. En wat jij denkt dat het is, dat schrijf je op je blaadje of in de comments. Of ik zou het eerst even op een blaadje schrijven, want anders zie je natuurlijk de antwoorden van andere mensen. Je moet er even over nadenken. Je mag de video natuurlijk even pauze zetten. Of je dat wil, maakt mij niet zoveel uit. Wij gaan in ieder geval door naar vraag nummer 2. Wat is de laagste temperatuur ooit op aarde gemeten? Is dat min 43 graden, min 55 graden, min 89 graden of min 72 graden? Ik zou zeggen, kijk wat het goede antwoord is. En kijk niet op internet natuurlijk, dat is natuurlijk niet leuk. Je moet het natuurlijk zelf doen. Schrijf het antwoord op je blaadje. En dan gaan we door naar de volgende vraag. En dat is, welk dier kan niet vliegen? Is dat A, een libelle? Is dat B, een vleermuis? Is dat C, een vis? Is dat D, een mus? Of is dat E, een vliegend hert? Rechts zie je de plaatjes. Kijk, de mooie plaatjes van alle dieren. En wat is hier het goede antwoord? Welk dier kan niet vliegen? Oké, wij gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is, hoeveel procent water is niet te drinken op aarde? Is dat 97%, is dat 56%, is dat 18% of is dat 65%? Dat is hoeveel procent water is niet te drinken op aarde. Het is gewoon al het water wat er op aarde is, hoeveel procent daarvan is niet te drinken. Dus is gewoon ook niet te zuiveren, is gewoon niet te drinken. Klaar. Dat is A, B, C of D. Wij gaan door naar de volgende vraag en die luidt, hoe groot is op dit moment de wereldbevolking ongeveer? Is dat 17 miljoen? Is dat 17 miljard? Is dat 7 miljard? Is dat 1,2 miljard? Of is dat toch 1,4 miljard? Wat jij dan denkt dat het is, dat kun je weer op je plaatje schrijven. Is dat A, 17 miljoen, B, 17 miljard, C, 7 miljard, D, 1,2 miljard of C, 1,4 miljard? Wij gaan door naar de volgende vraag. En die luidt, je kunt natuurlijk de video pauze zetten mocht je het even wat rustiger willen bekijken. Om de hoeveel tijd is er ergens op de bliksem op de wereld? Ergens een bliksem op de wereld. Dus wanneer is het flits een bliksemschicht? Is dat één keer per minuut op de wereld? Is dat één keer per 5 minuten? Is dat één keer per 20 seconden? Is dat één keer per 1 seconde? Of is dat één keer per 7,5 seconden? Deze is misschien wel lastig, maar wie weet kan je hem goed hebben. Schrijf je antwoord op je blaadje. En dan gaan we de antwoorden straks checken. We gaan door naar de volgende vraag. Hoeveel letters heeft de langste plaatsnaam ter wereld? Deze is, ja natuurlijk, het plaatje heb ik natuurlijk niet er neergezet. Want anders dan kunnen jullie de letters gewoon wel tellen. Why? Ja, daarom. Oké, nee, dat is gewoon een grappig plaatje. Maar is dat 29 letters? Is dat 34 letters? Is dat 85 letters? Is dat 62 letters? Of is dat 104 letters? Dat is de vraag. A, B, C, D of E. Wij gaan door naar waarschijnlijk de laatste vraag. Hoeveel soorten dieren zijn er op de wereld? Dat is nog niet de laatste vraag. Zijn dat er 8,74 miljoen? Zijn dat er 906,55 miljoen? Zijn dat er 55 miljard? Zijn dat er 2906,4 miljard? Zijn dat er 3569 miljoen? Of zijn dat 876.000 diersoorten? Wat denk je? Natuurlijk zijn er nog meer diersoorten dan jullie rest op het plaatje zien. Want anders zouden er iets van 30 zijn. Oh, als mensen dat gaan tellen. Hoeveel soorten dieren zijn er? Is het A, B, C, D, E of F? Wij gaan door naar de volgende vraag. En die luidt, hoeveel geld heeft de rijkste man ooit? Is dat 340 miljoen? Is dat 1,2 miljard? Is dat 74 miljard? Is dat 4,5 miljard? Of is dat 390 miljard? Schrijf het antwoord weer op je blaadje. Mocht je even rustig willen bekijken of even na willen denken, dan kan je gerust even pauze zetten. En dan gaan we door naar de volgende vraag. En die luidt. Welk dier kan niet springen? Is dat een vis? Is dat een olifant? Is dat een nijlpaard? Is dat een mier? Of is dat toch de vlooi?
Het antwoord kunnen jullie op jullie blaadje zetten en dan gaan wij straks de antwoorden even lekker checken. En hopelijk hadden jullie dan aardig wat goed en hebben jullie gewoon een goed cijfer gehaald, geen onvoldoende. Oké, okay. Nou, je hoeft maar één meer dan de helft goed te hebben, dan heb je al een voldoende. Oké, okay, hier komen de antwoorden. Spoiler, als je nog even wilt nadenken over vragen, spoel dan even terug. Of ja, wil je nog antwoorden veranderen, kan nu nog. Ja, en zet ze nu dan in de comments als het kan. Dus dan kan ik ook even zien hoeveel jullie goed hadden. En dan kun je altijd nog onderzetten van, oh, ik had zoveel goed. Dat kun je natuurlijk hierna nog wel dat doen. Wij gaan door naar de antwoorden, jongens. De antwoorden komen nu. Tel het aantal goed. Wij gaan, hoe snel is de Rubik's Cube op te lossen? Dat is in 20 zetten en 4,90 seconden. Het is in 20 zetten. Ik laat straks het bewijsmateriaal van alle vragen zien. Maar het is inderdaad altijd in 20 zetten op te lossen. En de snelste is in 4,90 meer. Sneller kon ik echt totaal nergens vinden. Officiële ranglijsten 4,90 seconden. De laagste temperatuur is min 89 graden Celsius. Dat is echt heel koud. Maar het is echt waar. Het is min 89 graden Celsius. Dus hadden jullie dit goed? Ik ben heel benieuwd. Welk dier kan niet vliegen? Is niks goed? Jongens, kijk even stiekem helemaal linksboven in het beeld. Daar staat F. Penguin. Ja, dit was even een instinker. Gewoon, ja, ik heb nog wel even één dingetje. Mochten de mensen E, mochten jullie E ingevuld hebben, is dat ook goed. Want een vliegend hert kan ook... Nee, fout. Sorry. Een vliegend hert kan niet vliegen als het kouder is dan 15 graden Celsius. Als het warm is, kan een vliegend hert vliegen. Heel raar. Een mus kan vliegen, een vis kan vliegen, een vliegende vis, ja, het is maar hoe je het onder vliegen noemt, maar in principe kan die vliegen. Een vleermuis kan natuurlijk vliegen en een libelle kan natuurlijk ook vliegen, maar wie echt niet kan vliegen is een pinguïn. Dus mensen die het gezien hebben en die F op een blaadje hebben geschreven, hebben het helemaal goed. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Hoeveel procent is niet te drinken? Dat is 97%. Dat is echt, je zou het bijna niet geloven, maar het is echt zo. 97%. Nou is er ook wel immens veel water op de aarde. En ja, 97% is gewoon niet te drinken. Dus ja, jammer voor de mensen die gewoon uit een Rijn en Beekje hebben gedronken. Het is behoorlijk veel procent niet te drinken. Wacht, trouwens even nog op deze. Dit is natuurlijk wel ook onder de zee. Dus en daar, ja, dat telt natuurlijk ook allemaal mee. De liters onder het wateroppervlak. Dus misschien voor de mensen die denken van, dat is veel te veel. Het komt daardoor. Oké, het is 7 miljard op dit moment. 17 miljoen is natuurlijk de bevolking van Nederland ongeveer. 17 miljard is gewoon random en die andere twee waren een beetje dichtbij elkaar. Dus het was een redelijk strikvraagje. Maar misschien hebben jullie hem wel goed. 7 miljard is het nu momenteel. Iets meer, 7,4 geloof ik. Ik laat het straks wel even zien. Er is een hele leuke site voor. Hoeveel tijd is er ergens een bliksem op de wereld? Ja, dat is 1 seconde. Dat is echt, je zou het bijna niet geloven. Maar elke seconde splits. Zoveel bliksem gaat er op de aarde rond. Ja, je zou het bijna niet geloven. Ik zou zelf persoonlijk zeggen 7,5 seconden of misschien 20 seconden. Want elke 1 seconde, dat is echt veel hoor. Dat is 60 in een minuut. Oh, Captain Obvious. Nee, maar ik bedoel 60 bliksemschalen in 1 minuutje maar, hè. Ja, dat vind ik toch wel behoorlijk, oké. Okay. Hoeveel letters heeft langs de plaats? Dat is 85. Ik kan natuurlijk niet uitspreken, want hij is veel te lang. Maar het goede antwoord is C, 85. Hoeveel soorten dieren zijn dat? Dat is 8,74 miljoen. Ik persoonlijk dacht dat er veel meer soorten waren. Maar ik heb het een beetje overschat. Miljarden zijn natuurlijk veel te veel. En 876.000 is natuurlijk aan de pittig weinige kant. Dat is 8,74 miljoen. Hoeveel geld heeft het Rijksman over? Dat is 74 miljard euro. Dus dat is echt, dat is pittig veel. Dat is verschrikkelijk veel. Het zou knap zijn als jullie die ook goed hebben. Want hoe moet je dit nou weer weten? Ik heb geen idee. Oké, welk dier kan niet springen? Dat is een olifant. Je zou misschien twijfelen tussen misschien een nijlpaard of een vis. Een vis is een beetje hetzelfde verhaal. Ja, het kan wel, ja. Het kan boven het water uitspringen. Net zoals het een beetje boven het water kan vliegen, ja. En vis kan natuurlijk springen. Een nijlpaard kan ook springen. Want het enige dier wat die kan springen is een olifant. Voor de rest kan elk dier springen. Misschien doet niet elk dier het, maar elk dier kan het. Waarom kan een olifant het niet? Omdat ze benen dan kapot zouden gaan. Dus dat is eigenlijk letterlijk de reden waarom een olifant niet kan springen. Voor de rest kan iedereen springen. Een vlooi is natuurlijk logisch. Een mier kan ook springen. Misschien doen ze het niet allemaal, maar ze kunnen het wel. Oké, dit was de presentatie. De presentatie, daar kijk ik wel een spreekbeurt aan doen. Nee, dit was de quiz. Hoeveel hebben jullie goed? Zet het ook even in de comments. Ik ga nog even het bewijsmateriaal aan jullie voorlezen. Want dit is zeg maar de wereldrecord Rubik's Cube 490. Ik laat het filmpje even zien, want ik vond het wel een heel indrukwekkend filmpje. Hoe kan zo iemand zo'n kubus zo snel oplossen? Kijk, hij pakt hem. Hij lost hem op.
En het is afgelopen en hij is klaar. En daar staat de tijd 4,90 en nog 4.000ste. Oké, dat is pittig snel. En hier, Rubik's Cubit kan altijd in 20 keren. Scientas.nl. Ja, het kan altijd in 20 keren. Ik heb het op meerdere sites nagekeken. Want ja, ik wil het zeker weten. Het is echt, het is 20 keren. Je kunt het even lezen natuurlijk. Specifiek posities. 15 jaar. Je kunt het allemaal natuurlijk even lezen als je wilt. Maar hier heb ik dat van het laagste temperatuur op aarde. -89,2 graden Celsius. Ja, hier zie je dat pinguïns niet kunnen vliegen. Dus ja, dat is waarom pinguïns niet kunnen vliegen. Een vliegend hert, dat staat hier boven. Ze vliegen of kruipen uit de takken en gaan op zoek naar een partner. Bij lagere temperaturen onder de 16 graden Celsius kan de kever niet vliegen. Dus bij warmere temperaturen wel. Waarom weet ik niet, maar het is zo. Oké, 30 rare weetjes heb ik het ook even één uitgepakt. Dat is, water bedekt ongeveer 70% van de aardoppervlakte van de hele aarde, maar 97% van het water is niet te drinken. Worldometers, hier zie je de wereldbevolking. Het is 7,4 inderdaad, 7,4 miljard. En hier zie je ook allemaal andere cijfers. Dat wil je, eigenlijk wil je dat ook niet weten. Zoveel cijfers zijn hier en dat kun je even naar kijken. Het is worldometers.info.nl/nl. Erg leuk. Oké, dan hebben we nog een beetje over de bliksem. De bliksem is inderdaad elke seconde wel ergens een bliksemschicht uit de lucht schiet. Dus elke seconde is het flits, gewoon een bliksem. Dit is de langste plaatsnaam. Tatu Makawaka Tini Ganikone Koa Automatica Akuri Puka Kakipike Maun Gahorna Nuku Pokai Wenua Kitana Tahu. Dat is de langste plaatsnaam. Toppie, 85 letters. Hier kan je dit even lezen. Dat is wel een grappig verhaaltje, heb ik ook al gelezen. Zet hem even op pauze of zo. De aarde telt 8,74 miljoen soorten. Dat is weer Scientas, die hebben dat wel goed. Hier staat ook precies uitleg, heb ik niet allemaal gelezen. Maar het is echt zo. De lijst van de rijkste mensen ter wereld. Hier is Carlos Slim, Hulli en familie. 74 miljard in Mexico. En ja, die staat gewoon als nummertje 1 likes van de 50 races met 2012. Dit is 2011. Oh, ik heb het 2011 gepakt. Lol. Nou ja, 74 miljard, 73 miljard. Oké, had ik toch nog geluk, want het is echt gewoon de rijkste inderdaad. Want dit is in 2013. En ik ga er niet vanuit dat er nog iemand rijker is. Het zou best kunnen, maar... rijkste Nederlanders. 11,1 miljard. Zo. Albert Frère met vermogen van 5 miljard. Ja, echt niet normaal. Hé, Nederland is rijker dan België. Nee, rijkste man aller tijden. Hier staat die $1,4 miljard. Vermogen van Bill Gates. $1,4 miljard. Nou, hierin staat in ieder geval 74 miljard. Is het hoogste wat ik kon vinden. Dus ja, dat is 74 miljard. Oké, een olifant. Olifant is niet als snel als lopen 6 kilometer. Ook kunnen bij het neerkomen kunnen ze hun poten breken. Dus olifanten zijn de enige dieren die niet... Cool. Die niet kunnen springen. Dit is trouwens wel echt een leuke weetjes zijn. Dit is echt geweldig. Oké, dit was de quiz, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mochten jullie scoren hebben berekend, super tof. Ik vind het hartstikke leuk om te kijken. En hopelijk tot een nieuwe video. Misschien doe ik nog wel eens een keer dit. Want ik vond het wel leuk om te maken. Ik ben al even mee bezig geweest. Maar op zich, ik ben er heel tevreden mee. En ik hoop dat jullie de quiz een beetje leuk hebben gemaakt. En een beetje lol hebben gehad. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei.